Over een kleine 3 minuten zijn de wedstrijden uitgespeeld en dan worden de bekers voor de kampioenen en reservekampioenen in de kampioenspools uitgereikt door directeur Lageveen van woningstichting Westerlemerf en de heer De Vries van Rabobank Heerenveen Zuidoost-Friesland. Dus de kampioen en de reservekampioen uit de kampioenspools krijgen beide een beker die straks wordt uitgereikt. Dus over enkele minuten na speelronde 11 gaat dit gebeuren. De andere pools is er alleen voor de winnaars een beker. En voor alle deelnemers is er in ieder geval een prijsje. Einde wedstrijd.